Het koningspaar is deze week in Nijmegen. Woensdagavond vierde Willem-Alexander de 225e verjaardag van Rijkswaterstaat in Lent. En vandaag bracht Maxima een bezoek aan NXP. Dit is zo ongelooflijk mooi om mee te maken. Gewoon, het weer is prachtig. We hebben alle innovaties laten zien die we in huis hebben. We hebben de trots laten zien van 70 jaar NXP. Prachtig. En verder in het nieuws vandaag. Nida leeft al 6 jaar geheel afvalvrij. En een kijkje in de nieuwe City Store van Nijmegen. De overstromingen in het rivierengebied en de stuw bij Driel. Het zijn belangrijke Gelderse elementen uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat. De overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor wegen en water blaast dit jaar 225 kaarsjes uit. En dat werd woensdagavond gevierd in Fort Lent. Onder andere koning Willem-Alexander stond op de gastenlijst. Tijdens de bijeenkomst en viering van het 225-jarig bestaan van Rijkswaterstaat werd stilgestaan bij het verleden, het heden en de toekomst. Om te laten zien wat het werk van Rijkswaterstaat inhoudt, is een game ontwikkeld die door de koning in gebruik genomen werd. Applaus, het is gelukt. De koning bezocht ook een expositie over de rijke geschiedenis van Rijkswaterstaat. Gelderland speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van weg- en waterbeheer. De problemen in het rivierengebied, de vele overstromingen in de beginjaren, waren de drijfveer voor een grote hervorming. Op 24 mei 1798 was het zover. En was het plan van waterbouwkundige Christian Brunings werkelijkheid geworden. Een nationale waterstaatsdienst die veel meer eenheid en regie kon voeren om overstromingen te voorkomen. Het reguleren van de toe- en afvoer van het rioolwater is met de klimaatverandering van groot belang. Met de stuw bij Driel als een van de belangrijkste beheerpunten. De kraan van Driel zorgt ervoor dat het IJsselmeer altijd gevuld blijft. En vandaar dat hij zo belangrijk is. Zoals ook te zien is op de expositie waar het bezoek van de koning in goede aarde viel. Ik ben zeker trots. En niet alleen de koning, maar ook de koningin kwam naar Nijmegen. Donderdagmiddag bracht zij een werkbezoek aan chipfabrikant NXP. Het bedrijf ontving onlangs de Koning Willem I-prijs voor het ontwikkelen van chips voor onder meer auto's en industrie. De koningin werd, zoals dat gaat, met alle egards ontvangen en kon vervolgens direct enkele demonstraties bijwonen. De koningin is hier. Dat is een enorme motivatie voor mensen om te laten zien en ook wat ze allemaal doen en waar ze mee bezig zijn. Zo werd onder meer de evolutie van de autochip getoond. Het bedrijf ontwikkelt ook radarsystemen om auto's in de toekomst zelf te laten rijden. Ik heb net uitgelegd hoe onze radarsystemen werken, afstand en snelheidsmetingen. En hoe belangrijk dat wordt voor automated driving in de toekomst. Zij heeft wel een aantal vragen gesteld. Ik denk dat ze wel begrepen heeft. En ze was zeer goed voorbereid, denk ik. Maxima laat zich daarnaast bijpraten door studententeams van de Technische Universiteit die zich met zonne-energie bezighouden. De koningin heeft gekeken naar de Solar Camper. En de Solar Camper is de eerste camper op zonne-energie. En daarmee willen we eigenlijk laten zien op een nieuwe manier wat er mogelijk is met zonne-energie. Zag het er aantrekkelijk uit voor haar? Zou ze zoiets wel willen hebben? Ze zag het zeker wel zitten. Ze vond het heel interessant dat het heel ruim was. Dat je gewoon in kon staan en welke mogelijkheden het allemaal wel niet had. Ook op een compacte manier. Dit is werkelijk fantastisch. Dit is zo ongelooflijk mooi om mee te maken. Gewoon, het weer is prachtig. We hebben alle innovaties laten zien die we in huis hebben. We hebben de trots laten zien van 70 jaar NXP. Prachtig. Ja, deze week wordt er aandacht gevraagd voor de grote hoeveelheid afval die we met z'n allen produceren. Het is de week zonder afval en het doel is om zo min mogelijk afval weg te gooien. Makkelijker gezegd dan gedaan, zou je zeggen. Maar niet voor Nila Petty. Sinds 2017 leeft voormalig Radboudstudenten al nagenoeg afvalvrij. Het was even wennen, maar waar een wil is een weg. Inmiddels zijn we 6 jaar verder en is Nila terugverhuisd naar haar geboorteland Indonesië. Lukt het haar nog steeds om afvalvrij te leven? Countries since 5 years ago, so I try to be having it as my second nature, but of course new environment means new way of living, means new adaptation, so it is sort of a second nature, like you ask for it, and sometimes I missed it, so I cannot do this in a perfect way, but I always try, yeah.
Volgens Nila is het voor iedereen mogelijk om voor een afvalvrij leven te kiezen. I think this lifestyle is for everyone, even though if you're a student. I mean, I started when I was a student in Nijmegen myself, and then I moved countries, I moved to Maldives, and then I moved to Indonesia, and I still can do this. If you would like to start it, start with something that is so close to you. For example, you like to buy some bag of chips, you know, maybe you can try to reduce that and change it to fruit and vegetables. Try with your groceries, try with something that is a bit more comfortable to you, and then from there on, move forward with it, yes. Before you buy anything, learn to say why I need it, and then where am I going to use it, how many times I'm going to use it, and where I'm going to dispose it. If you start thinking, so you rethink on things before you even buy it, it's going to help you to make your purchase decision. Because if you want to buy something that is not sustainable or you cannot throw it in the good way, then you know that you cannot buy that one. And the second thing is to learn to say, no, thank you, I'm good. Or, you know, like differentiate between wants and needs. Because a lot of time you want a lot of things, right? But you only need a small fraction of it, yes. In 2018 spraken we Nila al rondom dit thema. Dat jaar droeg Nijmegen de titel Green Capital of Europe. De meningen waren er destijds al over verdeeld of dit terecht was. Verdienen we die titel wel? I think at that time yes, because we really try our best to you know, like be a green capital. At the moment, I think we can do more. I think Nijmegen can do a lot more on the term of sustainability as well. I mean, it's been a leading city. But you want to be the best as well, right? So if you want to be the best, you're going to have to do more than that. I think what we can do more is in the term of waste management, maybe like empowering people, creating more businesses that they like the takeouts, you know, like the Taos Bazaar, you know, like all of this thing, the packaging will be more sustainable or it's returnable. They can return it. And then they can get a deposit, like what we do with the bottles. I think that's another thing that we can do as an innovative city in the Netherlands. Op de Grote Markt in Nijmegen bevindt zich sinds enkele weken de City Store Rijk van Nijmegen. Wat dit voor winkeltje is, zie je zo meteen. Aanbieders van deelscooters willen naar Nijmegen nu ook hun scooterdiensten uitrollen in Wijchen en Beuningen. Deze gemeenten zijn inmiddels al benaderd, maar willen liever nog even wachten. In Nijmegen staan sinds afgelopen najaar al zo'n 200 deelscooters van 3 verschillende aanbieders. Er wordt veel overlast gemeld van scooters die zomaar langs de weg worden achtergelaten. Toch hebben de gemeenten er weinig op in te brengen, gezien er nog geen duidelijke wetgeving bestaat rondom dit onderwerp. Op het Julianenplein in Beuningen komt binnenkort een watertappunt en een aansluiting voor toiletten. Zo kunnen bezoekers makkelijker hun waterflesje aanvullen en tijdens evenementen is er een betere aansluiting voor toiletten. Voor beide punten is totaal €10.000 uitgetrokken. Op 1 juni moeten de faciliteiten gereed zijn. Op Roers Woensdag tijdens de Vierdaagse Feesten wordt er een nieuw feest georganiseerd. Op het Kelfkens Bos voor het Valkhof Museum vindt dan United Colors of Kiss Kiss plaats. Dit is een feest gericht op queer personen, georganiseerd door KisKis. Zij organiseren normaal gesproken 4 keer per jaar een soortgelijk feest in Doornroosje. De feesten trekken dan vooral jongeren aan. Tijdens de Vierdaagse hoopt de organisatie een breder publiek te trekken. Ja, krap 2 maanden geleden opende hij de City Store aan de Grote Markt in Nijmegen. De store vervangt de VVV die voorheen in de Stadsschouwburg zat. We merkten dat bezoekers vaak al het stadcentrum inliepen en er vervolgens achterkwamen van hey, ik wil naar de tourist information, maar ik moet weer terug naar het station waar ik net geweest ben. Dus we zijn eigenlijk eerst na gaan denken op welke plek in de stad zouden we graag willen zitten. Best wel een aantal locaties onderzocht, maar uiteindelijk wilden we graag bij de Lange en Stikke Hezelstraat in de buurt zitten, omdat daar veel lokale ondernemers zitten en bezoekers het heel leuk vinden om daar naartoe te gaan. Mijn eigen overtuiging is wel dat een tourist information altijd of op een kerkplein, of op een grote markt, of op een dorpsplein moet zitten. Dus beter dan deze locatie kon eigenlijk niet. De store is een informatiepunt voor toeristen en nieuwelingen in de stad. Maar het is geen doorsnee toeristenwinkeltje.
Klopt inderdaad. Nou ja, vroeger verkochten we dus die oud-Hollandse souvenirs en koelkastmagneten, et cetera. Maar we geloven dat de bezoeker aan de stad niet meer per se behoefte heeft aan een product wat ze misschien thuis weer heel snel in een bak zetten of op zolder plaatsen. Maar een product met een verhaal eraan over de stad of regio waar ze geweest zijn. Waarvan ze het ook echt leuk vinden om als ze thuis komen aan een bezoeker of aan vrienden te laten zien. Om die ook eens te laten zien wat zo'n stad qua markers te bieden heeft. Naast de winkel is de store ook een bron van informatie waarbij je terecht kunt als je nieuw bent in de stad. Nou, eigenlijk proberen we vroeger, stuurden we mensen naar een folderkast toe waar ze lekker wat folders konden samenstellen en mee konden nemen en zelf op pad konden gaan. Maar eigenlijk proberen we van zo'n bezoeker eerst een soort bezoekersprofiel te krijgen. Dus is die alleen met zijn gezin, wilt hij iets begonnens doen of juist heel iets actiefs. En dat zijn eigenlijk de eerste gesprekken die we altijd voeren. En op basis daarvan proberen we eigenlijk een passend advies te geven voor iets wat ze kunnen doen in de stad of in de regio. Hoewel ze op 1 april pas de deuren openden, hebben ze nog ambities genoeg. We willen in ieder geval nog meer samen gaan werken met lokale stakeholders in de stad. En ook een wisselend productassortiment aanbieden. Dus nu zijn het echt lokale producten. Maar als dadelijk de aanloop van de Vierdaagse er is, willen we ook in dat assortiment gaan wisselen. En we willen er uiteindelijk voor zorgen dat alle bezoekers en inwoners aan de stad eigenlijk op een nog hoger niveau van hospitality ontvangen worden. En dit echt de hospitalitystad van Nederland wordt. Zelf heeft Sylvijn ook een favoriet product. Nou, het allertofste is denk ik wel een verbloemtegel. Dat is een tegel van 30 bij 30, een standaard maat. En het is van geperst potgrond. En daar zitten al bloemzaden in. En mensen kunnen dus eigenlijk 1 tegel eruit wippen, die tegel erin leggen. Dan groeit daar een prachtig boeket uit. De echte voorjaarswarmte wil nog maar niet doorkomen. Maar met 17 graden en de zon was het vandaag eigenlijk ook wel weer een prima dagje. Daarbij bleef het ook nog eens een keer droog en dat zal ook de komende dagen zo zijn. Temperatuur gaat in het weekend langzaam iets omhoog. Morgen doen we er al een stapje bij met zo'n 18 graden en wederom veel zon. Ook in het Pinksterweekend belooft het zonovergoten te worden en doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Zaterdag wordt het 21 graden en zondag de warmste dag met 23 graden. Tweede Pinksterdag wordt het wat koelere lucht het land ingevoerd, maar blijft het nog wel zo'n mooie 20 graden. Pas volgend weekend is er kans op zomerse temperaturen die tegen de 25 graden gaan lopen. En dit was hem dan weer het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!